En lieve mensen, welkom bij aflevering 2 van onze Quarantaine de Fitweken. Zodat je vorige keer hebt overleefd, we ronden rustig aan. Dus ik ga een tijdje iets optikken. En zorg ervoor vandaag voordat je gewoon relaxed meedoet en op je eigen tempo. Vul het vooral voor jezelf in en kijk per ronde hoe zwaar je het maakt. Dus kies ervoor om bijvoorbeeld 30 seconden 20 of 10 te doen voor jezelf. Of als je zoiets zegt van nee, ik heb het eigenlijk best wel makkelijk. Zorg er gewoon voor dat je van rondes extra erin gooit. En voor vandaag is de training wat zwaarder. Maar doe vooral relaxed nogmaals. We kijken hier alvast de training en dan gaan we zo aan de bak. We gaan even rekken en strekken. Niet te rek, verkort. Ik ga hem loskrijgen. Pak even je rechtervoet. De rust eraan. Even je balans houden. Kan handen in je zij houden, als je dat springt. Dat betekent dat ik de balans goed vast heb. Goed neerzetten, handen in je zij. Ook bij je hoofd, wat je zelf fijn vindt. Oké, top. Pak het andere kant, andere voet. Met hetzelfde verhaal, even lekker losjes, zodat je goed staat. Even mooi recht. Lekker een beetje aanspannen. Goed aandrijven met je voet. Oude klasse man, heerlijk. Top, die voet bij elkaar. Kom even over je heupen. Lekker relax naar beneden. Op de knietjes. Lekker door, lekker door, lekker door. Lager. Oké, dat is goed, hé. Top. Verder hoe dieper, hoe beter. Spieren lekker door. Vinger lekker door. Oké, dat is goed. Super. Je mag even rustig naar voren komen. Even naar voren. Ik ben meteen. Hand goed vast. Zet even laag door. Doe je heupen helemaal op de grond. Hand even naast je. Lekker relax, rustig aan. Doe dat je buik niet aanspant. Ontspannen houden. Handen mogen naast je borst. Druk jezelf lekker uit. Even rustig aan, die baan doe je ineens diep in. Van je mond, diep in. Van je mond, oké, diep in, laatste. Van je mond. Oké, is goed. Even omhoog, we maken even een bruggetje. Zorg ervoor dat je meedoet. Kijk of je ver je kan. Volg maar. Even omhoog. Omhoog met je armen. Zodat je een beetje je spanning houdt. En vasthoud. Mag je rustig aan meezakken. En weer omhoog, oké, rustig aan. Goed? Lastig hè? Oké, top. Rustig aan, gaan we nog één keertje doen. Meteen dat je heup mooi omhoog gooit, spanning vasthoudt. En dan gaan we eerst op 3, 2, ik wil lekker doorgaan. Oké, goed. Dan gaan we omhoog. Je wilt meer dan met je handen naar je voeten, dan kom je door naar je voeten. Naar je voeten, naar je voeten, val niet. Hou hem laag vast, naar je teentjes. En tot denk goed aan. Doe stijf. Oké, is goed. Denk goed aan. Kan ook je enkels zijn. Tegen de twee komt, één van de benen als de ander. Maar hou hem goed vast. Geert, maar hou van nog 5 secondes. 4 secondes. Nog 3 iets sneller. 2, 1, lekker staan. Goed. Hey, goed. Dat was warming up. Hey, we gaan straks beginnen met de eerste serie. Stukje core. Vorige week hebben we rustig opgebouwd. Deze week gaan we een stukje opbouwen. Dat jullie wat pittiger wordt. Hey, we gaan straks twee oefeningen combineren. We combineren de plank, bekend verhaal, met een mountain climber. Dus we gaan het iets zwaarder maken. Een andere combinatie. Dus let goed op. Je eerste oefening is de plank. Je mag vast meedoen. Hoeft niet, mag wel. Ik ga hem eerst even zien. Hou de plank vast. Spanning in je heup. Spanning vast niet te laag door. Niet te hoog. Hou goed vast. Ik stik arm eruit. Ga je omhoog, dat is hoog plek, hetzelfde verhaal, dan ga je naar je mouwkruis. Knie naar voren, terugzetten, knie naar voren, terugzetten, raak de grond niet aan, knie naar voren, terug, knie naar voren, terug. Probeer je handen niet te ver naar voren te zetten, dan glij je weg. Probeer je handen mooi om die schouders te houden en dan ben je knie naar voren te werken, terugzetten naar voren en terug. That's it. Volgende serie is ook je plank, dus hou hem eerst vast. Dan gaan we naar de schuine mouwklim, het ziet er als volgt uit. Dus eerst weer je plank, rustig aan, hou hem vast, gaan we weer omhoog. Dan ga je naar schuin, dus binnendoor. En de benen. Yes, dat is zorg er goed voor. Eerst je plank vasthoudt, dan ben je mouwklimmer gaat. Dan ga je weer naar je plank. Schuine mouwklimmer. Dus pakken de eerste ronde pakken we alles 30 seconden. Dat is best wel zwaar. Als je de mouwklimmer niet volhoudt, pak je gewoon je plank vast. Houd de spanning wel vast. Je plank moet je zeker kunnen. Dat kan jij. Komt goed. Oké, dus 30 seconden. 5 seconden rust. 30 seconden. 5 seconden rust. Dan pakken we alle 4 oefeningen even door. Yes? Rustig aan, begin over een kleine 10 seconden. Dus pak hem vast je plekje vast. Zodat je deze spanning vasthoudt. Ik ga alvast in de houding komen. Doe het, dus begin met de plank. Doen we voor 30 seconden. Yes, 3, 2, 1. Hou vast, kijk, we gaan. Oké, tijd gaat in. Oké, dus 30 seconden. Nou, vast. Je mag hem laag pakken, is wel het beste. Maar je mag maar ook omhoog. Dus je wat licht houdt, de spanning wel vast. Maar ik heb hem liefst helemaal laag pakt. Dat kan jij. Dat is helemaal goed, dus hou hem goed vast. Oké, is toch super. We zijn er bijna. Nog 15 seconden. Hou hem goed vast. Rustig aan die spanning. Oké, heerlijk, even zijn er bijna. Oké, top. Kom maar door, nog 10 eraan, nog 10 seconden. Rustig aan. Oké, is goed. Perfect, hé. Hou hem vast. We gaan rustig op 5, 4, 3, 2. Even rustig, kijk, is goed, super. Oké, top. 5 seconden rust, we gaan naar de mountain climber. Dan gaan we door. Yes, gaan we. Kom maar. Op 3,
Pak hem vast. 2. Kom in je plank. 1. En goed, dan ga ik naar voren. Kijk, rustig aan. 30 seconden. Hoe dieper, hoe beter. Neem je tijd. Houd de spanning. Houd de spanning. Houd de spanning. Ah, ik heb vrekken. Dus probeer voor je zo diep mogelijk te gaan. En het maar je hoeft niet kort te werken. Dat gaat niet werken. Dus het is niet mogelijk dieper, hoe beter. Tik lekker door. Lekker door. Lekker door. Lekker door. Ah, ik heb vrekken. Dit is goed. We zijn er al bijna. 30 seconden. Zit die voor de plank vast. En je mag voor mij door. Pak hem door. Pak hem door. Pak hem door. Pak hem door. Hier naar voren. Naar voren. Naar voren. Naar voren. Oké, top, even zitten bijna. Maar alles eruit halen, laatste stukje. Oké, goed, even gaan we beginnen. 5, 4, 3, 2, 1. Pak je rust heerlijk. Top, we zijn aan de eerste twee. En dus, dit is dus een serie. Oefening 1 is je plank. Oefening 2 is de mouwklimmer. Doe nog een keertje. Alleen we gaan naar de schuine mouwklimmer in plaats van de mouwklimmer en fret. We doen in de plank. 30 secondes. 5 secondes rust. En dan gaan we naar 30 secondes. Dan gaan de mouwklimmers. En dan ben je weer binnen. Dat is je hele eerste serie. Goed? Jawel hè. Als je het zwaar krijgt, zie je voor de laatste oefening, pak gewoon je plank vast. Spannen vasthouden, dan blijf je wel door, dan word je sterker van. Als je elke keer de grond aanraakt en daar een soort van opgeeft, blijf je hetzelfde niveau hangen en dan wordt het lastig. Yes? Let's go. Oké, eerste 30 weer, we gaan beginnen. Open 5. Plank is schuimhoud klaar, dus 4, 3, 2, en kom door gaan. Ah, dat is goed. Dus in die spanning weer vasthouden, rustig aan, houd de spanning vast. Als je het lastig vindt, ben je gewoon alles in je lichaam aan het spannen. Het is niet alleen je buik, ook je benen. En binnen. Hij moet vast, 30 seconden vast. Vast. Ah, oké, perfect, heel goed, super. Je dus je mag hem ook hoog pakken, maar raak de grond niet aan. Probeer niet dit te doen. Hou hem vast. Ah, oké, perfect, heel goed. We zijn er bijna. Hou hem vol, je doet het goed, man. Klasse. We hebben wat zwaarder in je voeltuig. We gaan op 10 af. 10, 9, 8, 7. Zet nog 5 op 5. 4, 3, 2. Pak je dus heer, kijk toe. Super man, klasse. Dus je mag variëren van hoog plank of laag plank. Jouw niveau, pak hem voor jezelf. Schaar hem ook lijmers. 5 seconden. 3, 2, 1. Ik wil nog gaan, kijk goed, de schaar. Hoe diep je hem brengt, hoe beter. Dus probeer voor jezelf, rustig voor links. Rest eraan. Snelheid, mag ook pakken, pak hem wel dan wel diep. Dus niet snel, maar kort. Snel en diep. Rest eraan. Eigen tempo, tik hem door. Oh, kijk, dat is goed, hè. Super man, klasse. Pak hem door. Je moet omhouden, pas als je niet meer houdt. En die plek staat vast, ik wil hem niet aan te raken, maar die plek vast. Dan gaan we schaam 10 naar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dat is heerlijk. Oké, man, heel goed. Super, dat was hem. En dat waren dus je oefeningen voor ronde 1. Combineer dus je plank met je mouwklimmer, plank, mouwklimmer de eerste ronde recht, de tweede ronde schuin. En dan gaan we door. Dit was je langste serie, je pittigste. De volgende serie doen we wat korter. 20 seconden. Dus 20 seconden plank. 20 seconden mouwklimmers. 20 seconden plank. 20 seconden schuin. Yes? Het is kort, hè? Ik kan hem wel doen. Hier gaan we. Ronde 2. Als je klaar bent, kom vast naar beneden. Houd de spanning vast. Als je het moeilijk krijgt, als je het zwaar krijgt, hou je gewoon je plank vast. Maar blijf wel die plank vasthouden zodat je sterk wordt. Yes? Gaan we. 20 seconden. We draaien hem nu 2 keer. Yes? Gaan we. Alles 2 keer. Op 3. 2. Ik wil nog graag in de plank, is goed. Dus je mag hem hoofd vasthouden. Als je het kan, mag je naar laag. Oké, is goed. Houd de spanning goed vast. Oké, top, heel goed. Super. Oké, niks. Hou hem dus vast. 20 seconden over nog 10 half 10. 9. 8. We gaan door gelijk. En nog 5. Ga gelijk door op 3. 20 seconden omhoog. Ga lekker door. Ga naar voren. Door. Voor. Naar voren. Pak deze gelijk door. Pak hierna je rust. Pak de combinatie van de plank en de mouwklimmer. Mouwklimmer. Oké, is goed. Hè. Gaan we 10 half 10. 9, 8, je bent er bijna, 7, bijna 5, 4, 3, 2, 1, pak je rust heerlijk. Oké, pittig hè, zonder je rust. We gaan dus gelijk door, dat betekent dat je het zwaarder krijgt, minder rust hebt, je spieren wat langer in de spanning blijven houden. Dus neem je tijd, volgende serie gaan we naar dezelfde serie, dus 20 seconden plank, 20 secondes. Dus gaan we wel klimmers en weer rust. Yes? Gaan. Oké, klaar voor. Gaan we. Op 3, 2, 1. Kom door, gaan we. Gaan vast. Kijk, goed. 20 secondes. Dus gaan. Probeer je heupen niet door te laten zakken. Ook niet wel. Die smokkelen. Zie je wel. Smokkelen weer. Hè? Hou vast. Dat is mooi recht. Mooi laag. Oké, gaan we. 10 aan. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3. Tikken. Gaan we ook. Gaan door. Dus gaan we. Yes, go. Kom maar. Die spanning staat ook 20 secondes. Doortikken. Die houden, houd de plank vast, houd de spanning wel vast. Vast. 10 naar 10. 9, 8, 7, 6 nog 5, 4, 3, weer bijna. 2, 1, pak het heerlijk. Oké, man, heel goed. En voor degene die hem volgehouden in één keer, super knap, super goed.
best wel zware set voor degene die net beginnen met sporten, voor degene die wat langer trainen. Makkie, in ieder geval, misschien wel gewoon lekker. En dit was je eerste serie, dus we gaan straks naar de volgende. Laatste ronde, doen we alles 10 secondes. En dat 3 keer, dus dat betekent dat je dan 3 keer pakt. 10 seconden is oefening 1, plank. 10 seconden oefening 2, mouwklimbers. 10 seconden plank, mouwklimbers schuin. En dat gaan we dus 3 keer doen. Dus we halen alles 3 rondes. 10 secondes, yes? Oké, gaan we. En laatste ronde, dan ben je binnen. Pak je even wat te drinken, pak je even je rust. Dan gaan we naar de volgende serie. Laatste in 1 keer door, als je mee kan. Ga je in 1 keer door, als je rust nodig hebt, pak je rust. Maar jij kan dit. Geloof in je, kan jij. Dus we gaan hem doorpakken. Yes, 3 keer 10. Oké, we beginnen in de plank. Hij is heel snel en kort, dus probeer mijn tempo bij te houden. En raam rocken. Yes, 3, 2, 1, avond, let's go, 10. 9, 8, 7, raam op 5. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
even een kleine challenge doen. We gaan de laatste ronde gaan we wel in één keer doen. Ik had eigenlijk afgesproken 3, maar ik denk van, weet je, ik ga jullie niet aandoen. Dus we gaan de laatste 2 wel in één keer afkomen. Dus 10 seconden oefening 1, 2, 3 en 4. En direct door 10. 1, 2, 3 en 4. Dus, en weet je wat? We gaan de matsen. De laatste ronde is 5 seconden. Hou hem er wel voor, hè? Oké, heel goed. Oké, gaan we. Dus 10 seconden, ronde 1. 10 seconden, tweede ronde, dan heb je 3 gehaald en dan ben je binnen. Ga op 3, 2, 1, ik aanvallen zo, gaan we 10, 9, 8, 7, zeg dan nog 5, 4, omhoog 3, zeg dan nog 10, 10, 9, 8, 7, zeg dan nog 5, 4, 3, 2, 1, ga daar, zeg dan 10. Oké, heerlijk, super, doe het wat zwaarder. Houd je van in vast. Uitspanning maar uitspanning. Je mag ook dus hoog, hoog pakken wat je zelf wil. Gaan we door 3, 2, 1, dan gaan we 10, 9, 8, 7, dan nog 5. Die laatste ronde 3, 2, 1, dan gaan we de laatste ronde 5, 4, 3, 2, kom je al. Let's go, gaan we door 5, 2, bijna nog 4, 3, 2, 1, gaan we heel laat. Let's go, 5, 4, nog 1 keer, nog 3, 2, kom je al. Een keer laatste, kom je nog 5, maar we 4, houden we 3, 2, 1, ik ben er. Woe. Lekker man, even volhouden. Super knap. Hey, dat was weer een stukje core. We gaan nu door naar een stukje benen. Dus we gaan wat oefeningen voor de beentjes doen. Die wat steviger te maken. Ook iets pittig als vorige week. Vandaag een squat voor hem. Die heel lekker is. Maar wel pittig op een gegeven moment. Dan kijk ik voor die raad. Yes, hey, we beginnen met een normale squat. Ik ken de oefening. Knieën naar buiten. Zou je lekker later ook. Kom je in, uit en uit. Doe gelijk even mee alvast. Kom je in, uit en uit. Oké, top. Daarna gaan we naar een squat jump. Spring dat je in de lucht jump. Dus volg mij. Kom maar in, uit en uit. Ah, die is pittig wel lekker hoor. Ah, oké, okay, daarna gaan we hem vasthouden. Voor mijn laag toe, hou hem vast. Hou hem vast, hou hem vast, hou hem vast. En rust. That's it. Dus 3 oefeningen. We gaan hem wel doorpakken. Je zult altijd voor met je squat van de zijkant te zien. Dat je hem niet naar voren laat zakken. Dus niet dit gaat doen. Maar ook niet dit gaat doen. Dus ik zak altijd die knieën buiten. Die achter denk ik in, uit de rug recht. Go weer omhoog. Yes? That's it. Hey, we gaan beginnen. Hebben we alles? Gaan we 30 seconden doen. 1, 2, 3. Dan ben je naar je rust. Dan gaan we naar afbouwen. Maar voor. Lekker man, lekker day. Ready? 3, 2, 1, ik wil nog graag in uit. 30 seconden. Oké, okay, is goed, super. Zeg lekker erin, zie je ervoor. Mooi de achterin heupen, met je billen. Oké, okay, is goed, hey, klasse. Oké, okay, gaan we. Okay, we hebben 10 seconden gehad, kom lekker door. En dan het laatste stukje. Ga in, uit, in, uit. Dat is gelijk naar de squat jump. Als je niet meer redt, pak je dan je rust. Pak je echt een plaatsing, kom je mee te gaan. Yes, gaan we. Oké, okay, nog 10, 9, 8, 7, ik wil er nog 5, 4, 3. 2, 1, houden we gaan in, uit, eerst voor de volgende. Als je mee, ga je mee, kom je in, uit, in, uit. Je rust even naar papier, maar dat gaan we natuurlijk niet doen, hè. Oké, is gebij, stel die kennen, stel direct, kom je in, uit, in, uit. Oké, okay, dat is gewoon super. Je klopt, ik laat door, je mag je altijd even meenemen, zo ook in, uit, in, uit. Vier ringen erin, tempo erin, zijn er bijna 15, 10, 13, 12, 13, 10, 9, 8, dan door, zit er 5, 4, hou vast, 3, 2, 1, en vast. Oké, hou vast. We gaan door 30 seconden. Goeie bal. Oh, je voelt me branden, hè? Dit is pittig hoor. Dit is voor je op hoog niveau. Als je mee kan, doe je het supergoed. Ik krijg je hou vast. Heel lekker laag. 30 seconden vast. We hebben je rust. Ben je binnen?
Oké, goed, maar vast, hang vast. We beginnen bij de kant, nu terecht. Hier buiten, hang vast, 10 aan 10. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, binnen. Woe! Lekker, hè? Klasse. Oké, top. En dus dit is echt wel killing. Dus je hebt al verleden vraag van mee. Ben je goed getraind? Ben je echt wel een big lock? Ben je heel veel aan? Je hebt al verleden, je redt het echt niet. Neem niet erg. Dit voel je echt, dit is pitleg. Maar doe vast en vooral in het begin van de eerste ronde, zodat je hem al vast hebt gehad. Ronde 2. Doe hem in totaal 20 seconden. Dat betekent dat je 20 seconden squat doet. 20 seconden squat jump. 20 seconden het vasthouden. We bouwen af. Gaat je lukken. Yes? Aal 3. Zit niet meer recht, pak je zo'n virus. 2. Ik wil nog uitleggen. Gaan we. Ik heb nog 20 seconden. In, uit, in, uit. Zoek je nog één. Dan moet je benen halen. In, uit, in, uit. Hij is kort en dus je voelt hem ook. Alleen ben je wel in de klaar. 10 aan 10. 9. 8. Zit maar er nog 5. 4. 3. 2 aan 2. Dat is nog af. Ik wil het door. Je mag je rust pakken, maar ik kan hem mee te pakken. Je moet je nog opbijten. In, uit, in, uit. 20 seconden, zo kun je rekenen. In, uit, in, uit. Gaat 10 aan 10. 9. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, ik hou hem vast. Ja, oké. 20 seconden gaat nu in. 20 seconden vast. Wow, hij is lekker in het branden, hè. Kun je een beetje mee te veren. Huppla, je doet het super goed. Uit de reen, dat ga je voelen. Zo lekker, dan gaan we 10 aan 10. 9, 8, 7, 6, kom dan nog 5, 4, 3, 2, 1, ik ben helemaal heerlijk. Lekker man, oké, is goed, super. Je bent er. Ik ben even lekker los. Hij is killing, hè? Ik voel hem. Oké, is goed, super. Doe het even normaal. Dit is pittig, hij is zwaar. Ik denk van, hé, Jeroen, je bent gek. Veel te zwaar. Komt goed. Rustig aan. Hier kom je vanzelf. Doe het even om te voelen. En je weet hoe zwaar je het krijgt. Als je natuurlijk volle bak gaat trainen. Dit is ronde 2. De laatste ronde is 10 seconden. Makkie, Peanut. Je hebt deze rustig gepakt. Ben je nu met ons en met mij. We pakken tot aan 3 keer 10 seconden zonder te rusten. Je mag natuurlijk je rust pakken. Ik wil hem zelf in. Laatste ronde de benen, man. Klaar voor. Ik ga op 3. 2, squat beginnen we. 1, moet nog even naar. Ik ga 10 aan 10. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, go. Gaan we jump in uit 10. 9, laatste ronde. 8, makkie. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Even gaan we 10, laatste 10. Nee, nu ben je er bijna. 8, gaat het lukken. 7, gaat het lukken. 5, 4, 3, 2, 1. En we zijn er maar eerlijk. Dat is de man, heel goed, super. Oké, geweldig. Heeft fantastisch gewerkt. Super goed gedaan. Dit voelt weer als vroeger, hè? Als vertrouwd. Oké, lang geleden niks gedaan. Pak even je rust nu. Je hebt het super goed gedaan. Oké, dit waren de eerste oefeningen voor je beentjes. We gaan het voor vandaag hierbij laten, want ik ga je niet meer martelen. Dus noem maar wel slavendrijver. Mooi, oké, goed, nee, Rijntje. Oké, we gaan naar het afronden. Dit was het voor vandaag. Pak even je rust, pak je blaasie. En dat even lekker losgooien. Oké, pak even je rechtervoet. Rustig aan. Top, vond het zwaarste? Beentjes, hè? Ja, beentjes. Ik hoor het ook op pittig, hè? Doorpakken. Oké, is goed. Dus dan zie je dat je voor jezelf oefeningen pittig kan maken. In alle kant trouwens. Wanneer je zonder te rusten doorpakt. Daar heb ik vandaag accent op gelegen, dus zo lang mogelijk probeer je de oefeningen door te pakken en het is weer maar rust. Dus dan kan je eigenlijk voor jezelf de training maken. Ook bepalen hoe zwaar je het voor jezelf maakt. Oké, is goed. Je voetje bij elkaar. Kom eens even naar je rechtervoet. Over de knie heen. Zo laag mogelijk, zo ver mogelijk. Even aantikken. Even doorveren. Ah, oké, super. Mag ik de open grond? In alle kant komen. Kom maar lekker door, lekker door, lekker door, lekker door. Perfect, perfect. Goed, goed, goed. Ja, lekker. Kom even door deze heen, voor. Achter, achter en voor. Ah, dit is wel lekker, hoor. Je hebt super goed te werk weer. Super goed gedaan. Lekker te werk weer. Super de lock. Dat is de man, oké, is goed. Pak even wat mee, voetjes vast, voetjes vast, voetjes vast. Lekker aan voor jezelf. Span er al balen. Heerlijk gedaan. Perfect. Oké, even je handen. Je armen zijn lekker. Rustig komen. Jawel, hè? Oké, super. Top. Oké, we gaan het voetje uit elkaar halen. Duim met je arm mee. 2, 2,
beetje aan. Beneden. Oké, top. Mijn handen hebben weer meer. Hou goed vast. We gaan afronden. Boom hoog op 5, 4, 3, iets verder. 2, 1. En we zijn er. Heerlijk. Oké. Heerlijk, super. Ik was gewerkt, man. Je hebt goed gedaan. Super goed gewerkt. Dit was het weer voor vandaag. Training 2 van de 4. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je lekker mee hebt kunnen trainen. Nogmaals, vul voor jezelf je niveau in, maar ook zeker de zwaarte. Je kan het zo gek maken als je zelf wil, maar begin vooral rustig aan, want hoe vaker iets lukt, hoe meer vertrouwen je krijgt en hoe leuker het wordt om te trainen met je progressie. Zorg ervoor dat je nog steeds op je gezondheid let, lekker blijft bewegen, maar zeker ook gezond blijft eten. En dan gaan we volgende week weer naar een nieuwe training en dan gaan we samen weer tegenaan. En voor nu een hele fijne dag en een hele fijne avond en we zien jullie snel. Groetjes, Aboen.